Voor mij natuurlijk een tour om snel te vergeten. Ja, hard op mijn rug gevallen en van, ja, heel veel rugklachten gehad, zeker de eerste dagen daarna. Hard moeten vechten om in de Tour te blijven. En altijd de hoop gehouden om, dat ik nog weer zou verbeteren en misschien in de Alpen nog voor een verrassing kan zorgen. En ja, zoals we allemaal weten is dat niet gelukt. En achteraf is het dus eigenlijk zinloos geweest. Maar ja, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk redeneren. Ik bedoel, ik weet gewoon dat ik hier heel erg goed naartoe gekomen ben, op een heel hoog niveau. Dat weet ik uit mijn trainingen en uit de manier waarop ik in de Dauphiné mee reed. Dus er zijn niet echt grote dingen waarvan ik zeg, die moet ik veranderen. Er zijn wel veel dingen die je nu voor het eerst meemaakt. Het is voor het eerst dat het echt zo tegenvalt voor mij natuurlijk. En veel dingen die je daardoor meemaakt, ja, dat moet je wel naar bepaalde zaken anders kijken, zeker. Was dat een moeilijk moment toen het echt tegen zat, zeg maar, voor jou? Ja, zeker. Ik bedoel, ja, laten we eerlijk wezen. Het is mijn vijfde jaar als beroepswielrenner. En het is elk jaar gewoon een stuk, ja, stapjes omhoog gegaan. Hè. Er zijn allemaal... elk jaar ben ik beter gaan rijden en heb ik mooiere dingen laten zien. En daardoor gaan gaat je verwachtingspatroon ontzettend omhoog, dat merk je gewoon. En ook dat van mezelf. En dit is de eerste tour, of eigenlijk de eerste grote ronde waarin het echt tegen zit. En ja, daar baal je ontzettend van. En dat, bedoel, hiervoor heb ik niet al die maanden hard gewerkt. Om... op de 33e plek naamloos, zeg maar, en zonder wat te hebben laten zien in Parijs aan te komen. Dus tuurlijk, daar baal je ontzettend van. En dat is heel erg moeilijk als persoon en als renner. Maar ik ben wel, denk ik, een vechter en iemand die dit seizoen nog wil laten zien dat ik toch wel gewoon een hele goede wielrenner ben. En denk met de komende tijd wat gas terug en dan wel bouwen naar een goede na-seizoen, zeg maar, probeer ik daar toch nog voor een paar mooie resultaten te zorgen.